staan hier op de SeaShip, een schip waarmee we autonoom varen proeven doen. En het is onderdeel van een joint industry project Autonomous Shipping. En in dat project werken 17 partners samen. Partners uit de industrie, de kenniswereld, de onderwijswereld en een klassenbureau. En de overheid is ook deelnemer aan dit joint industry project. De bedoeling is dat we gaan kijken in hoeverre het mogelijk is om zonder personeel aan boord op zee te gaan varen. We zijn hier vandaag om scenario's op zee te gaan testen. Deze scenario's hebben we bij het MARIN, het Maritiem Research Instituut Nederland, getest op een simulator. Daarbij hebben we het autonome schip scenario's aangeboden en we hebben dit ook een menselijke kapitein aangeboden. En die scenario's hebben we vergeleken en gekeken hoe het autonome systeem het daar deed. En vandaag zijn we op zee en nu gaan we het in het echt meemaken. 3 jaar geleden zijn wij betrokken geraakt bij autonoom varen. Dat was een samenkomst van industrie professionals die graag meer willen weten. Op die manier zijn wij ook bij de JIP terechtgekomen via de marine. En de laatste 2 jaar intensief samengewerkt om te komen tot vandaag. We zijn erg enthousiast hierover. We willen natuurlijk als rederijgroep vooraan staan met nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologieën, maar ook gewoon om te kijken waar de industrie heen gaat. En ondanks dat het voor dit schip misschien niet als autonoom zal gaan varen, hebben we ook nog containerschepen in onze rederijvloot. En we willen gewoon graag een voorloper zijn in nieuwe technologieën. En wij zien voor de toekomst niet misschien een geheel autonome toekomst, maar gewoon een toekomst waarin autonoom ook onderdeel gaat zijn van onze rederijgroep. De proeven met de SeaShip op de Noordzee zijn van groot belang om te zien van hoeveel beeldopbouw plaatsvindt aan boord van het schip om andere schepen te kunnen ontwijken en nautisch de juiste patronen te varen op zee. De schepen zijn uitgerust met sensoren en kunstmatige intelligentie aan boord van de schepen zorgt ervoor dat de schepen zelf kunnen bepalen van hoe de situatie op zee zich eruit ziet en zich ontwikkelt. En aan de hand daarvan bepalen van hoe de vaart en koers van de schepen plaats gaat vinden. Een autonoom schip zal altijd vanaf de walkant gemonitord gaan worden. En toewerkend naar volledig autonome schepen zal er remote control en additioneel toezicht vanaf de kant zijn. De proeven zijn op een veilige manier uitgevoerd. Dat wil zeggen, alle manoeuvres zijn op een veilige manier afgehandeld. En we denken dat dit een hele belangrijke stap is om de technologie in Nederland op het gebied van autonoom varen op een hoger pijl te brengen. We hebben ook gezien dat er nog wel ruimte is voor verbetering. De systemen moeten geoptimaliseerd worden en wij gaan daar met de kenniswereld, met de industrie, het onderwijs en het bedrijfsleven volop mee aan de slag, ook in de komende periode.